go. Saga begins. Begin war. Mama say, mama za, mama chakabuba. What the fuck are you looking at? Hallo allemaal, vandaag spelen we Call of Duty One Shot op de map. Ja, ik weet niet hoe dat die map noemt. Boeit dat ook. Het is ergens in een villa. En als jullie niet weten wat een One Shot is, het is eigenlijk een game op Call of Duty met eigenlijk alleen maar snipers. Dus let's do this. En het onderwerp waar ik het vandaag ga hebben is over K3. En K3 dat is fucked up. Dus mensen, K3 stopt. Vele van jullie weten het waarschijnlijk al. Maar eigenlijk ben ik er best blij om. Want wat de kut wij ons allemaal hebben aangedaan. Ik bedoel, er is een televisieserie van. 3 films en zo. En 80.000 liedjes. Die je bij elke kinderkaraoke hoort of zo. Niet dat ik naar kinderkaraokes ga of zo, maar televisie. Ja, holy shit. Ik zuig een beetje in het snijpen. Ik heb nog maar 1 kill, denk ik. Die hebben we. Fuck man. Ik heb ook nog een artikel gezien op de redactie.be. Gert Verheuls belooft geen Tele Romeo te zijn voor de nieuwe K3. Daar geloof ik nu echt niets van. Ze gaan weer, in de plaats van zangstem, gaan ze weer 3 lekkere chicks zoeken die jong zijn en die gewoon goede kont laten zien en voilà, dat is het. Zo iemand hebben ze daar nodig voor K3. Maar wat ik me eigenlijk altijd afvroeg, als er nu een jongen in K3 zou meedoen, zou Gert Verheuls dan eigenlijk homo worden? Dat was echt iets wat ik mij afvraag, mensen, echt waar. Over zo'n dingen zit ik stil. Ik ga toch nog een nieuwe intro maken, want deze sukte eigenlijk. Er staat zo in het groot trial op, omdat ik een gekrikte versie heb van een 3D-maker of zo. Maar deze wordt echt veel epischer. Het zal misschien wel nog iets lang duren, maar hij komt er zeker. Dus ja, nieuwe intro. Mannen, 2 kilken. Nog een kilken. Nee, toch niet? Ja, die hebben we toch wel. Die moeten. Hell yeah. What the fuck was dan weer boven mij? Pak die gewoon. Ja, dan niet, hè. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Moesten we de 4 of 5 likes halen, zou ik heel blij zijn. En abonneer zeker als je het leuk vindt, want er komt nog meer soort van deze video's. Als het kort was, sorry, maar het is ook examens voor mij. Ik moet me eigenlijk echt concentreren. Ik moet echt beginnen leren, want echt vet is het nu momenteel nog niet. Ik ben veel te lui en zit veel te veel op mijn computer en zo. Dus ik ga nu nog veel leren. Dus als er weinig video's komen, sorry daarvoor. Maar ja, abonneren, reageren en like. Allee ja. Joe!